Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een mooie rand om de virussjaal maken. Ik heb gewoon een hele andere wol gebruikt. En dat zijn gewoon deze bolletjes en dan een dubbele draad om het eventjes iets steviger te maken. En ja, soms dan krijg je echt van die rare lusjes als je een randje maakt en dan kijk je daar een beetje doorheen. En ik vind een rand moet dicht zijn. En ik heb het begin al gemaakt hier, dus ja, je kan deze rand ook voor andere randen gebruiken. Maar omdat ik hem al gemaakt heb, kan ik niet echt laten zien hoe je begint. Maar we gaan gewoon haken en dan als je gewoon meedoet, dan gaat dit jou ook lukken. Ik moet heel eventjes mijn werk goed gaan leggen hoor, om het goed te kunnen filmen. Ik zal even zeggen wat je nodig hebt. Weer haaknaald nummer 6. En 2 gewone eurobolletjes. En dan, ja, ik heb wit. Vind ik altijd mooi afsteken met de kleur zelf. Dan komt de kleur helemaal tot recht. En dan ga ik even een stukje uithalen. En deze steek heeft geen naam. Maar je kan ook zien hoe ik het doe. Het zijn gewoon vaste. Dus je steekt in die opening in van die laatste toer van de virussjaal. Je steekt in, je haalt een dubbele draad op en je haalt om en je maakt een vaste. En dan ga je 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan ga je insteken in deze steek. Even kijken of ik het kan laten zien. Ja. Omdat het een dubbele draad is, moeilijk te zien in de eerste losse. Daar steek je in. Dus steek je gewoon in en dan probeer je wel een dubbele draad te krijgen. Dus dat je 2 draadjes op je haaknaald hebt. En dan pak je weer je draad op. En je haalt hem door. Dus dan heb je eigenlijk ook hier een vaste. Dan zet je weer, dan ga je weer verder in de volgende opening. Je haalt je draad op. En je slaat je draad om. En je maakt een vaste. 1, 2, 3 lossen en weer in die eerste steek insteken en je haalt je draad op en je maakt een vaste. En zo krijg je die mooie bobbeltjes. Ik vind het zelf een hele leuke afwerkrand. Ik zal nog een paar steken met jullie meehaken. Insteken, doorhalen, omhalen, 1 vaste. 1, 2, 3 lossen. Insteken, doorhalen en een vaste. En je gaat weer verder. En zo maak je het hele boogje af. En dan zal ik nog even laten zien als je naar het andere boogje gaat, want dan is natuurlijk, heb je die overgang hier van ja, hoe doe je dan hier een bolletje opzetten. Zo noem ik het maar, ik noem het maar bolletjes. Het zijn bolletjes van vaste. Maar je slaat nu dus deze gewoon, die middelste, die ga je gewoon overslaan. En dan ga je na het eerste stokje, daar ga je insteken. Hier ga je dus insteken. Dus we gaan nu de overgang maken en dan gaan we niet hierin, maar in de volgende gaan we weer 1 vaste zetten, 3 lossen, insteken in de eerste losse, draad ophalen en je zet hem vast en je gaat weer in de volgende een vaste. 2, 3 lossen, insteken en doorhalen. En dan
ga je weer met de volgende boog hier zo helemaal verder. Ja, zo maak ik de rand voor de virus sjaal en dan ben je klaar. Dan is het ook afgewerkt en de afwerking is ook altijd belangrijk, want ja, anders vind ik zo'n sjaal niet klaar. Maar je kan alle kleurtjes gebruiken wat je wil. Je kan hier ook nog allemaal flosjes nog aanmaken, omdat je hier natuurlijk ook ja, weer steken hebt om iets aan te zetten. Maar ik vind hem prima zo en ik zou zeggen veel succes. Bedankt voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. Graag duim omhoog voor de video. En hieronder staat mijn foto en als je wil abonneren, heel graag. En dan krijg je als eerste weer alle nieuwe tips en trucs en haaksteken. Tot ziens!